Welkom bij RTV Scheldemond, aflevering 1 van het programma In Mijn Eentje op Pad. Gaat u mee? Dit doet me denken aan 50 jaar geleden. En ik keek hier over het strand van Breskes. Ik zag ze weer staan hoor, toen. De paalhoofden. Weten jullie wat die paalhoofden verdienen? Dat zijn die rijen met palen. Nee, ik heb er eigenlijk... Een golfbreker, ja, dat is helemaal goed, ja. We zijn er. We staan hier bij een paalhoofd, samengesteld uit een stenen die eronder liggen. Die zien we nou niet. En die palen die zijn ongeveer 3,5 meter lang. En de ongeveer wat er boven staat, boven het maaiveld en daaronder, is even lang. Het is eikenhout uit Duitsland met een fenolachtige verbinding. Dat mag niet meer. Het waterschap Scheldestromen doet dat niet meer. En die palen, als ze, die zijn gekapt toen de bomen 60 jaar waren. En hoe dichter de jaarringen bij elkaar, hoe betere kwaliteit dat het is. Ze zijn nu begroeid met allerlei mosselen. Schelpjes zien we erop, we zien wat wier erop. De golven zijn krachtig. Die proberen de duinen aan te tasten, het zand weg te nemen. Maar gelukkig heeft het waterschap Scheldestromen hier palen gezet, zodanig dat de golven breken en het zand hier tussen de palen niet weggenomen wordt. Maar denkt u dat u daar verstandig aan doet om daar vlak bij die paalhoofden te zwemmen? Dat denk ik niet. Ik denk dat je door de stroming er toch zou tegenop botsen. En dat is logisch ook natuurlijk. Zeker bij aflandige wind en bij afgaand water zal de stroming hier bij de paalhoofden naar de zee toe heel sterk zijn. Zelfs van de hoge band zal dan niet tegenin kunnen zwemmen, want het is een hoge snelheid van de afgaande stroming langs de paalhoofden. Wat vindt u van deze omgeving hier? Prachtig, mooi, rustig, proper. Proper, hè? Een van de schoonste stranden. Mooi. Dat hadden we ons niet kunnen voorstellen. Het gaat er nog beter. Zeg dat ik droomde. Zeg dat ik gek was. Jullie gaan zeker terug. Zeg dat ik droomde. Zeg dat ik dom was. Maar aflevering 1 van RTV Scheldemond. Tot de volgende keer.